Harry, vandaag de boekpresentatie over de Maas. Nog 73 jaar is het dan eindelijk zover. Wanneer is je tot het besluit gekomen om het boek een boek iets gaan te geven? In 1973, was ik dus ik kon vervroegd van mijn werk weg met de 60 jaar. En toen dacht ik, kom, ik ga eens schrijven over Overloon, want er was toch te weinig van bekend. De Nederlandse geschiedenisboeken doen er amper moeite mee. En toch is er heel veel gebeurd, Overloon en omgeving. Met de evacuatie was zo dat ik was toen bij boer Bodde. En die was bij het verzet, dus die wist iets meer. Hij deed ook het paard en de kar inspannen, laadde de kar vol met linnengoed, beddengoed en kleding. En ik zelf had dus de hondenkar met een bouvier ervoor. En dan zeiden we 44 flessen weg gingen erop. Dus hij wist al dus zoveel mogelijk spullen meenemen dat anders weg was. En dat klopt ook. Ik ben 2 maanden weg geweest. Dat wil zeggen vanaf 27 september. En 25 september werden we bereid in Zwolle. Toen hebben we nog enkele dagen gewacht en 5 december waren we thuis in Overloon en het huis stond er nog. Het andere verhaal gaat het over de Duitse soldaat Frits die jullie overgezet heeft naar de andere kant van de Maas. Zo heet het boek ook, Over de Maas. Je bent jarenlang op zoek geweest naar deze Duitser. Wat kun je daarover vertellen? Ja, die Duitser was een van de weinige goede Duitsers. Hij was rond de 30, 35 jaar, was valschermjager, was alleen bij mensen ingekwartierd en had dus de vrijheid, of heeft zich de vrijheid genomen om mensen die willen vluchten vanaf de oostzijde van de Maas, om die naar de westzijde te brengen. Uiteindelijk is je zoektocht met name om te achterhalen wat zijn achternaam was, is helaas niet gelukt. Heb je toch goed af kunnen sluiten de zoektocht naar Frits met het schrijven van dit boek? Daar is een stukje mee opgelost, maar misschien juist door het schrijven dat het de bekendheid krijgt. En dat er toch nog iets of iemand is die meer te zeggen heeft over de, laat zeggen, de Berlijnse archieven. Om daar te snuffelen naar zijn naam. Het is natuurlijk wel zo, hij was voor de Duitsers was het slechte Duitser. Hij was de zaak verraden. Hij is dus ook stadrechtelijk geëxecuteerd en het is niet zeker dus dat er papieren van zijn, dus dat ze hem dus gewoon helemaal dood willen verklaren, maar ook nog helemaal dat hij nooit bestaan heeft. In die zin zou het kunnen zijn. Harry, het boek is klaar. Waar kunnen mensen die vanmiddag niet hier waren het boek nog verkrijgen? Het boek is nog te verkrijgen in 2 boekhandelaars in Venray. Dat is de ene in de Grote Straat en de andere in de Schoolstraat. En daar zijn dus te krijgen. Verder heb ik ook nog een stelletje thuis, dus daar kunnen ze ook aankomen als ze in de buurt wonen. Of ze op bezoek willen komen. Ze zijn welkom.